Smiley. Oh, hey. Zo. Nou, mooi even deur, hè? Gaat het altijd zo dat jullie verzamelen hier? Ja, ja, nee, hij woont in Hogezaal. Ja. En dan, ja, dan rijden we altijd naar een vaste plek, want dan woonde hij verspreid in de hele provincie. Dus een paar mensen uit Den Adel moet iemand komen, uit de accountants en iemand uit Fries. Dus we wonen helemaal verspreid. Ja, je staat er allemaal aan. Hè? Dus, dit is het verzamelpunt. Dit, ja, een van de verzamelpunten. Ja, we pakken hem nou op, maar de rest komt dan op dat andere plek op. Dat gaat altijd zo? Altijd zo. Zo, dan start met de rug binnen. Land, een broeide blanke sprei. Dij glin op blinkt in het winterlicht van helwitte smij. Wie ligt de witte wil heen en bomen wonen laag. Wel machtig ligt de blauwe lucht. Die meesten zijn die zingen en mimen ogendicht. Stil denkt wie over het wonnen oog dat veel ons fouten leert. Wie leert de witte wil heen en bomen wonnen laat. Wel machtig licht de blauwe lucht voor velle ze niet braat.
Best een gastvoorprijs, dus dat is niet niks. Het is gewoon een enorm stuk erkenning voor het werk wat je doet. Hoe reageerde je toen je hoorde? Ik was even wat van slag, beduust. Dat is iets waar daar reken je nooit op. Maar kijk, ik beweeg mij toch in hele marginale dingen. Dus wat wij doen is niet zo groots. Hè? Tenminste, wij turf toch wel. Ja, we zijn een groep met een heel eigen geluid en eigen inbreng. En heel Gronings eigenlijk. En ja, daar verwacht je zoiets niet. Hè? Ik bedoel, meestal denk je van mensen die heel erg in de pikje staan, die krijgen eerder zo'n prijs, maar dat is bij mij niet het geval. Nee. Maar je doet natuurlijk niet alleen turf, hè? Je doet ook andere dingen. Ja, oké, ik heb ook veel theater gedaan, ik heb verhalen vertellen en de geschiedenis van Groningen interesseert mij. Dus eigenlijk Groningen als een stukje cultureel erfgoed waar ik heel trots op ben. En, nou ja, op een of andere manier vind ik het ook belangrijk om andere mensen daarin te delen, wat je zo ook zelf ontdekt. En een heleboel mensen die zeggen, wacht, je bent een evangelist of een apostel, maar dat is helemaal niet de bedoeling. Ik vind het voor mezelf iets van, nou ja, dat doe je. En dat is iets vanzelfsprekends, dat hoort bij mij. Weet je wat je ermee gaat doen? Nou, ik zou je vertellen, ik heb een nieuwe fiets gekocht. En verder voor de rest moet ik dus even over nadenken waar ik dan mee ga doen. En ik kan het besteden aan wat ik zelf wil. Maar ik denk dat ik wel iets ga kopen, bijvoorbeeld voor mijn muziek. Een keer een goede microfoon er weer bij halen met een zender, dat lijkt me wel mooi. Maar verder heb ik er nog geen tijd voor gehad om daar nou naar rijberaad met mezelf te zeggen van dat doe ik ermee. Maar ik ben er heel erg blij mee. Een witte weg, het liede laat, hemelblot met blauw. Een riechje bonkers aan de kant, het kerkhof die weer rummel schoot. In gulle wind en ligilie, nooit zo bedompt of nauw. Maar hoog op roemte opzicht, het kerkhof die weer rummel schoot. Thank you.